Het is begonnen in het Kralingse Bos. Ik ging naar het festival begin jaren 70 en deelde daar mijn wietje uit. Tot mijn stomme verbazing kreeg ik mijn eigen wiet weer aangeboden. En dacht, wat jullie kunnen, kan ik veel beter. Nee, ik ben nooit terug geweest. Maar het is een heel gek gevoel na zoveel jaren toch weer hier te zijn. Op een locatie waar alles begon eigenlijk, wat de cannabisindustrie betreft voor mij. Het was het popfestival eigenlijk, wat dus uit Amerika overgewaaid was. En dat wouden wij in Nederland ook gaan doen. Ik denk het enige tot nu toe popfestival wat ook echt waanzinnig veel impact gehad heeft op de hele generatie van toen. Jefferson Airplane, Santana, dat waren voor mij wel natuurlijk de bands waar je van zei, wauw, wat gebeurt er, hoe is het mogelijk dat deze mensen dus in het Kralingse Bos optreden. Als ik zo kijk, van veraf is het net of dat ik mijn gabbe Gerard Hol zelf zie staan. En als dat Gerard Hol is, vraag ik me af of dat ik zelf niet daarnaast sta. Ik heb al deze posters heb ik in alle zaken hangen. Dat is voor mij, het staat voor mij symbool aan het begin van mijn cannabiscarrière. En ik kwam dus een vriend tegen die ik dus ook een portie wiet gegeven had. Hij vertelt me dus dat hij ook alles weggegeven heeft. En toen realiseerde ik mezelf dat mijn vrienden een handeltje aan het drijven waren van de spullen die ik meegenomen had. Ik werd toch heel chagrijnig ervan, ik werd er boos om. En iets in me zei, ja, als het dan zo makkelijk moet en zo makkelijk gaat, dan kan ik het ook. Ik ben weggereden in Amsterdam en ik heb 1,5 kilo wiet heb ik daar opgehaald. En ik ben langs een winkel gereden en ik heb daar allemaal lucifersdoosjes gekocht. De lucifers eruit gegooid en een stuk of 20 lucifersdoosjes volgedouwd met een wietje. Terug naar het Kralingse Bos. Dus we zijn maar op de grond gaan zitten. Totdat twee agenten kwamen. En die agenten zeiden, wat gebeurt hier? Ja, meneer, ik verkoop een wietje. Ja, maar dat kan niet, jongen, dus sta maar even op. Oké, meneer de agenten. Zegt u het maar. Nou ja, goed, wat we moeten zeggen is dat je dus al je spulletjes op moet pakken en je zal met ons mee moeten. En totdat er in één keer een jongen stond met lange haren. Hij zegt, ik ben degene wie hier in het park eigenlijk alles bepaalt. En deze jongen krijgt van ons de mogelijkheid om dus zijn wietje te verkopen. Ik ben Koos Zwart daar nog altijd heel dankbaar voor dat deze man dat op zo'n manier dus geregeld heeft met politie. Dat was dus eigenlijk het moment waarop ik als cannabisverkoper, als cannabisdealer eigenlijk legaal voor de eerste keer in Nederland hier mijn wietje heb verkocht. De naam coffeeshop komt eigenlijk voort uit het feit dat mijn visie was een theehuis. Een ouderwets theehuis waar een biertje clandestien verkocht werd. Die visie had ik voor ogen met de Bulldog coffeeshop. En daardoor is ook eigenlijk de naam coffeeshop door ontstaan. Maar eigenlijk een verwijzing naar een theehuis. De eerste regel in mijn huisregels was enkel en alleen gebruik van cannabis. Alle drugs
zijn ter strengste verboden in mijn bedrijf. En dat is een richtlijn die ik vanaf dag 1 gehanteerd heb tot en met vandaag. Ik voel mij wel degelijk verantwoordelijk in mijn bedrijf, in mijn leven, om mensen te behoeden van het gebruik van harddrugs. Dat popfestival, dat zal ook bij iedereen in zijn geheugen blijven als iets wat een heel mooi moment uit hun jeugd is. En nou dat ik zo bij dat monument sta, voor het eerst zie ik dat eigenlijk ook pas, is het ook een heel warm moment.